ons zijn de beide dames aangeschoven. Helene sowieso. Ja. Welkom. Want het was een beetje een uitstelverhaal. Maar dat had ook met Marcus te maken. Want die wist ook niet precies helemaal of die in april... Dat was op een dag in april dat we... Ja, dat klopt. Toen moest hij waarschijnlijk naar Londen. Dat hele feest ging niet door. Dus ja. Oh, dat, shit. Dus maar goed, de agenda moest even omgegooid worden. En ja. Uiteindelijk is het nu dan gebeurd. Over afstuderen, daar gaan we het straks ook over hebben. Want jij bent er ook een die afstudeert. Maar dan wel op een heel andere tak in... Ja, deels en deels niet. Maar deels wel en deels niet. Dus dat gaan we straks horen. Maar vertel iets van wat doe je? Want je hebt een. Want daar heeft het met het afstuderen heeft te maken met de theaterachtergrond wat je doet. Maar je maakt ook muziek. Ja, dat klopt. Is het zoiets van beide wat doen? Of vind je het allebei leuk? Ja, ik vind het zeker allebei heel leuk. Ja. De combinatie van muziek en theater. Maar muziek is wel hetgeen waaruit ik altijd voornamelijk vertrek. Ook nu met mijn afstuderen weer. Dat heeft wel ook een zeker theatrale rand. Maar het is wel veel muziek. En het maken en schrijven van muziek vind ik denk ik wel het leukst. Oké, dus dat is even Helene Hakkaart, zoals je voluit heet, in de notendop. De dame naast Marcus en ik zaten elkaar zo aan te kijken van... Dit moet een bekende zijn. En inderdaad, de aap kwam heel snel uit de mouw. Want Noah die heeft opgedoken met de onvermijdelijke Rasmus Bisschop. En dan heb ik het over de band Chai onder andere. Want daar heb je in meegespeeld. En Daisy Bellis. Ja, klopt. Kan jij als Rasmus ook nog een keuze maken? Of helemaal geen keuze? Vind je alles leuk? Nee, ik vind alles leuk nu wat ik doe, ja. Ja. En ik doe ook wel veel samen inderdaad met Rasmus. Dus... Ja. Dat is leuk, ja. Zijn jullie het kloppend hart van die twee bands of niet? Muzikaal gezien? Nee, maar we kunnen het wel muzikaal heel goed vinden met elkaar. En vriendschappelijk ook. Dus dat werkt altijd wel goed. Ja, en dan zag ik vandaag... kreeg ik een beetje... Ja, nou, eigenlijk deze week kreeg ik klepperde mailbox van ene band Hunk. Ja. Joan de Bruinkops. Die we kennen van Penthouse. Maar die band die bestaat niet meer. Maar die speelde dus ook mee als achtergrond of backing vocals bij Chai, had ik gezien. Ja, en ook bij... En ook bij Daisy Bellis volgens mij. Ja, dus met z'n drie hebben we inderdaad allebei... Heb jij er ook mee staan zingen? Nee. Ik bedoel zeg maar Rasmus, Joan en ik. Ja. Met z'n drie. Maar bij Hunk ben je ook betrokken? Ja, ja? Dat betekent aanstaande maandag een live show gaan doen. Ja, dat klopt. Ja, in de Melkweg. We gaan iets draaien van Hunk. Vanavond, dus dan leuk. Weet je dat ook weer. Maar zit diezelfde Rasmus daar ook bij? Diezelfde Rasmus nee, daar ook. Nee. Hoor je dat, Marcus? Hij zit dus ook al bij Hunk. Dus het is echt niet te geloven. Die gasten maken echt figuren. Dus, ja, zo zie je maar weer. Ook Rasmus Bisschop komt, ondanks dat hij hier niet aanwezig is... komt hij gewoon weer ergens vrolijk voorbij zitten. Ik ga het aan hem laten horen. Ik denk dat hij dat wel leuk vindt als we dat gaan doen. Dat denk ik ook, ja. Wat kunnen we eigenlijk een beetje gaan verwachten straks van jouw kant uit? Nou, wij gaan vier nummers spelen. Ja. De vier nummers die ook al uitgebracht zijn. Dus die ook te luisteren zijn op Spotify. Hmm. En die doen we in een akoestisch jasje. Alleen met Noah. Dus alleen met piano en zang. Maakt het wel heel erg bijzonder en speciaal, denk ik, toch? Ja, dat doen we niet heel veel. Nee. Dus meestal is het wel met volledige band. Dus ja. Nou, we zijn heel erg nieuwsgierig. In dat zo dadelijk ook moet gaan doen bij... De vier nummers die gaan komen in twee blokken wel te verstaan, want dat doen we. Het eerste blokje van twee, en dat zijn, eigenlijk zijn het, want Helene heeft het al gezegd... de singles die tot dusver eigenlijk te vinden zijn op streamingsdienst Spotify... om maar even gewoon een streamingsdienst te noemen. En we beginnen, en dat gaat ook heel anders klinken zoals we hem eigenlijk kennen, Vergezichten. Grenzen die ik weer verleg, ogen open voor het nieuwe, voor iets dat ik nog niet ken. Alles raast aan mij voorbij, de tijd haalt ons weer in, maar de rust maakt ruimte voor een nieuw begin. Op zoek naar wat zich nog voor mij verschilt, ik wil dansend in een landschap zo anders. Ik verlies
eerst mezelf in een wereld nog nooit gezien. En in mijn vergezicht zie ik ineens wat nu zo dichtbij is. Onbekende grenzen die ik weer verleg. Zoveel deuren nog gesloten, ramen nog niet open. Zoveel ongezien nog onontdekt. Verlang naar wat mijn blik me zegt, want niemand ziet de wereld zoals ik die zie. Ik ga op zoek naar waarvan ik mezelf vertel dat ik het nog niet kan. Ouder worden leert, er is buiten zoveel meer. Ik verlies mezelf in een wereld nog nooit gezien. Zicht zie ik ineens wat nu zo dichtbij is. Oh, 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 oh. Ik verlies mezelf in een wereld nog nooit gezien. Zie ik ineens wat nu zo dichtbij is. Onbekende grenzen die ik weer verleg. In de rust laat ik me leiden naar iets dat ik nog niet ken. En onderweg voel ik me thuis in wat ik niet herken. Het beschaafde jazzapplausje klinkt weer hier in de studio. Ja, alleen Marcus en ik zijn dat. En dat is best wel leuk. Want ja, nu, hoewel als we even naar buiten kijken, de zon schijnt. Ja. Maar daar gaat het nummer niet over. Nee. Maar het is ook wel een heel ander nummer. De normale versie klinkt best wel, ja, heeft een heel hoog tempo. Maar hier gaat hij heel anders klinken. En dat nummer dat heet Regen. De regen in de straten, de lichten van jouw kamer prikken door het grauw. Ik voel me elke dag verdwalen. De avondzon verdwijnt en alle kleur vergrijst. En ik trek en duw om arm, ik vrees en schreeuw, ik huil verlang. Laat los, hou vast, ik ren, sta stil, ik vecht, ontwijk, ben bang. Voor alles wat er komt en gaat en alles wat er stroomt en stopt. Voor alles wat verdwijnt, bestaat en al wat bloeit en stopt. Voor alles wat verliest en wint en alles wat er mag en moet. Voor alles wat bevrijdt en bindt en al wat ebt en vloedt. Alles wat al is, ik zie alles wat ik mis. Ik weet niks van wat ik ken en ik weet zelf niet wie ik ben. Verblind me met jouw licht, in de schaduw jouw gezicht. Vertel dat jij het ook niet weet. De regen in de straten, een glimp van jou en mij, een druppel zo dichtbij. En ik weet niet meer wat ik zien moet, niet meer wat ik zien kan, niet meer wat ik zien wil. Ik weet niet meer wat ik zien moet, niet meer wat ik zien kan, niet meer wat ik zien wil. En ik trek en duw om arm, ik vrees en schreeuw, ik huil, ben bang. Laat los, hou vast, ik ren, sta stil, ik vecht, ontwijk, verlang. Naar alles wat er komt en gaat en alles wat er stroomt en stopt. Naar alles wat verdwijnt, bestaat en al wat bloeit en stopt. Naar alles wat verliest en wint en alles wat er mag en moet. Naar alles wat bevrijdt en bindt en al wat ebt en vloedt. Alles wat al is, ik zie alles wat ik mis. Ik weet niks van wat ik ken en ik weet zelf niet wie ik ben. Verblind me met jouw licht, in de schaduw jouw gezicht. Vertel dat jij het ook niet weet. De regen in de straten, het
rode lichten van jouw kamer prikken door het grauw. En ik weet niet meer waar ik heen zal, niet meer waar ik heen ga, niet meer waar ik heen moet. Ik weet niet meer waar ik heen zal, niet meer waar ik heen ga, niet meer waar ik heen moet. Zie de regen in de straten, de avondzon verdwijnt en alle kleur vergrijst. Tot niemand meer de weg weet, niemand meer de weg kent, niemand meer de weg ziet. Tot niemand meer de weg weet, niemand meer de weg kent, niemand meer de weg ziet. De regen in de straten. Jazeker. We gaan ze straks natuurlijk nog een keer horen hier bij deze uitzending van 3 voor 12 Noord-Holland. En het water kabbelt zo vrolijk verder. Het nummer dat heet Little Boat. Over water, want dat hadden we net met het nummer regen. Mm-hmm. Maar dat, daar gaat het niet over, hè? Want je had er een hele andere metafoor mee met het nummer. Ja, het nummer gaat eigenlijk veel meer over een soort op zoek zijn naar jezelf of zo. Eigenlijk. Ja. Het is heel erg geschreven in de tijd dat ik zo begon met studeren en dat ik zo op mezelf ging wonen en dat er zo best wel veel veranderde. En daar regen staat soort van voor die vervaging van duidelijkheid soms in je leven. Ja, is dat ook zo wat ik wel bij heel veel jongere mensen bespeur, dat er dan heel veel op je afkomt? Ja, ik ga zo wel even naar Noah. Want ik weet in ieder geval eentje die een beetje in haar muzikale kringen die daar ook aan voldoet. Het is niet de band waar je in speelt. Maar maar het zit wel een beetje gerelateerd. Maar ik kom zo bij je terug. Maar eerst naar Elene nog. Is dat zo dat jongeren heel veel moeten doen in deze tijd? Ja, nou ja, ik bedoel, ik heb het gevoel dat zal vast in andere generaties ook zo zijn geweest. Hmm. Maar ik heb wel het gevoel dat het bij ons wel heerst, dat er wel een soort druk is en dat iedereen het meeste eruit wil halen en het beste van zichzelf wil laten zien. Hmm. En ik denk ook wel door een sociale media en doordat alles zichtbaar is. Hmm. Maar ook qua muziek, doordat iedereen muziek kan maken en kan uploaden en online kan zetten en dat je niet meer bij een label hoeft te zitten of zo. Ja. Denk ik wel dat er een soort druk bij is gekomen. Dat er gewoon heel veel gemaakt wordt. Heel veel te zien is van iedereen. En alle leuke dingen zijn te zien. Ja. Dus ik denk wel dat er wel veel van ons verwacht wordt. Of in ieder geval dat we die verwachting onszelf opleggen. Ja. Nou ja, ik ga naar Noah. Maar ik heb het een beetje cryptisch omschreven in dat opzicht. Maar er was een band waarin Rasmus ook in meespeelde. En dat was Maren Charlie. Oh ja. De naam moet jou nu wat ja, zeggen. Ja, ja, ja. Die hebben het nu trouwens geschopt tot trending talent bij 3FM. Dus dat zegt ook al wat. Mm-hmm. Maar die hebben op een gegeven moment bij Maren Charlie, hoorde ik dat ook heel sterk in terug. In dat hele verhaal. Ja, hoe zit jij daarin? In die materie? Hoe kijk jij daar tegenaan? Als millennial of generatie Z, hoe je het moet noemen wilt. Maar hoe zit jij in dat hele verhaal met? Hoe bedoel je? Nou, gewoon in de zin van dat er zo'n bepaald verwachtingspatroon wordt gewekt bij de jongere generatie en hoe je ermee om moet gaan. Oh ja, ik merk ook inderdaad altijd wel veel druk of zo. Maar ik vind ook wel dat het soms een beetje is hoe erg je het zelf maakt. Ja. Misschien is dat een beetje een gevaarlijke uitspraak. Maar dat en als ik voor mezelf spreek, denk ik ook dat ik onder druk wel het best presteer. Hmm. Dus Je blijft er eigenlijk een beetje nuchter onder in dat opzicht. Dat lijkt zo hoor. Ik kan ook wel echt heel erg stressen. Ja. Ja. Heel erg stressen zelfs. Maar dan uiteindelijk denk ik van, nou, ik had heel erg stress, maar er is wel iets goeds uitgekomen of zo. Ja. Dus het gaat dan met pieken en dalen. Want dan ben ik blij dat het is gelukt. Maar ook wel gestrest geweest. Dan kom ik even op het puntje afstuderen. Dat zeg ik dan. Want wat is Galatea? Of Galatea? Galatea. Galatea. Ik zeg het goed, hè? Ja, zeker. Want vorige week had ik hier een band die heb ik aangekondigd als Douwland. Nee,
Het is dubbelend. Oh. Nou, moest ik weer. Dus daarom vraag ik, heb ik het goed uitgesproken? Nee, ja, zeker. Het is Galatea. Maar wat is dat? Dat is mijn afstudeer... voorstelling, of eigenlijk ja, een theatraal concert, waar Noah ook in meedoet. En het is een. Het is eigenlijk een concert met allemaal nummers, maar dan vertrokken vanuit. Niet per se vanuit mezelf, maar vanuit een Griekse mythe, uit de Griekse mythologie. Dus er is een mythe rondom Pygmalion en Galatea. En die mythe heb ik eigenlijk op muziek gezet. Aha. Dus dat hele verhaal is, wordt verteld door middel van muziek, doorgecomponeerd. Dus dat is 40 minuten aan muziek. Zo'n 10 nummers zijn het, denk ik. En af en toe wat tekstjes tussendoor. Maar over het algemeen is het echt veel muziek. En wordt eigenlijk het verhaal van een Griekse mythe verteld. En ook wel een beetje naar het nu getrokken. Naar hoe we nu naar die kwestie kijken. Of naar die mythe zouden kijken. Of hoe ik in ieder geval naar die mythe kijk. Ja. En dat is dus mijn afstudeerconcert. Het is best wel een heel interessant verhaal. Dus mensen kunnen dat zelf ook aanschouwen, geloof ik ook. Hè? Zeker. Ja? Ik ga het 9 en 11 juni speel ik het. Maar dat is in Antwerpen, dus dan moet je er wel een... Ja, je moet er een beetje moeite voor doen. Ja. Maar we zijn wel bezig om te kijken of we hem na de zomer gaan hernemen in Nederland. In de buurt. Volgens mij moet dat wel kunnen, denk ik, toch? Yes. Ja, ik denk het ook wel. Goed. En Noah gaat maandag afstuderen. Maandag? Wat ga je doen, Noah? Met Hunk in de Melkweg. Met Hunk in de Melkweg. Ja. Nou, dan en is de andere bent. En dan is het tijd voor Helene samen met Noah. Want Noah is de toetsenist. Ze speelt op de keyboards. We gaan de eerste single die Helene heeft uitgebracht. Dat klopt, hè, volgens mij. Ja. Ja, dat is verstaanbaar. En daar gaan we nu naar luisteren. Ben ik de stem in je hoofd? Ben ik het lichaam in je dromen? Ben ik het wit in jouw zwart? Ben ik het licht in jouw nacht? Als ik praat, hoor je alles in jouw taal. Ben ik verstaanbaar? Ik ken het wakker liggen, het tellen van de schaapjes, het stille wandelen naar nachten niet slapen. Ik ken het schreeuwen in mezelf, ben ik wel genoeg? Ik ken de mening die gezegd. Verlies mij in de schemering, verlies mij in het niets. Ik wil alleen maar voelen wat ik wil dat jij in mij ziet. Verlies mij in het onbekende, in het lege niets. Alleen maar voelen wat ik wil dat jij in mij ziet. Ben ik de stem in je hoofd? Ben ik het lichaam in je dromen? Verdoofd door een angst voor jouw stilte. Ben ik het wit in jouw zwart? Ben ik het licht in jouw nacht? Als ik praat, hoor je alles in jouw taal. Ben ik verstaanbaar? Ken het getik van uren die maar niet overgaan. Het wachten op beweging waarin ik stil blijf staan. Het dreunen in mijn kop, ik wens het weg en kwijt. Op zoek naar rust in jouw stem. Verlies mij in de schemering, verlies mij in het niets. Alleen maar voelen wat ik wil dat jij in mij ziet. Verlies mij in het onbekende, in het lege niets. Alleen maar voelen wat ik wil dat jij in mij ziet. Ben ik de stem in je hoofd? Ben ik het lichaam in je dromen? Verdoofd door een angst voor jouw stilte. Ben ik het wit in jouw zwart? Ben ik het licht in jouw nacht? Als ik praat, hoor je alles in jouw taal. Ben ik de stem in je hoofd? Ben ik het lichaam in je dromen? Ben ik het wit in jouw zwart? Ben ik het licht in jouw nacht? Als ik praat, hoor je alles in jouw taal. Ben ik verstaanbaar? Ja.
dat was hem dus in ieder geval. En we gaan zo dadelijk ons opmaken. Dat zeggende gaat dat nu gebeuren. Want dit is het nummer wat ons Zandvoorters zo heel erg aanspreekt. In het nummer wat vorig jaar uit is gebracht. Dat heb je volgens mij ergens ook nog in de zomer, geloof ik, nog gedaan. Net vorig jaar juni. Ja. Bijna een jaar geleden nu. Bijna een jaar geleden alweer. Ja. En dat nummer dat gaat nu ook weer heel anders klinken zoals we hem eigenlijk kennen. En het nummer dat heet Duinen. De zon die schijnt, de grond zo heet, mijn voeten branden. Ik verdwijn in alles rondom mij, in water drijft. In water, in de golven, ik drijf mee. Mijn gedachten zweven met de wind mee boven zee. Ik adem in de geur van zee, van zoute frisse lucht. Ik adem in de lucht, de wind, ik adem. Verdwijnen en een angst verschijnen. Ik zie nu het grote en het kleine. Ik zie dat alles eindigt en begint. Wil weer door ogen kijken van een kind. Ik zie de dingen die ik vroeger niet zag. Het is allemaal bedacht. Ik had het anders verwacht. Ik zie dat alles eindigt en begint. Maar wil weer rennen, spelen als een kind. Koud, verblote voeten, naakte huid. Mijn schoenen in mijn hand. Ik verschuil me in het blauw. Verschuil me in het niets en open voor alles wat bestaat. En wat ik achterlaat. Dat was hem, want we hebben nu vier nummers gehoord. Zal komen. Dus dat sowieso. Dan de beide dames. Laat ik eerst even met jou beginnen, Helene. Want vond je het leuk? Ja, zeker. Ja? Dankjewel dat we mochten komen spelen. Ja. Is dit ook een lekkere manier om alvast even een beetje los te komen voor 9 juni? En dan fijn al dat te gaan doen? Ja, zeker. Dat zal toch weer spannend zijn met een commissie erbij. En commissie. Ja, ze gaan je echt even beoordelen. Ja, het wordt beoordeeld. Dus, maar nee, super tof dat we mochten komen. Ja. Staan er nog dingen dan in de planning wat dat al gaat? Ja, we hebben wel wat optredens in juli staan. We spelen 8 juli in Arnhem, als ik het goed zeg, uit mijn hoofd. Ja. Met de hele band dan. 9 juli spelen we ook met de hele band. We spelen nog op Cultuur Borrelt in Schiedam.
En er staan nog wat een paar kleine festival dingen staan gepland. Ja, dus dat is tof. Dus we kunnen jou nog gewoon in het land aantreffen met band. Zeker. Dus dat. Ja, goed. We hebben eigenlijk bijna alles wel een beetje besproken van. Maar nog één ding. Want jij hebt ook een eigen website. Ja, klopt. Ja, daar die heb ik. Ja. En daar staat van alles op wat ik doe en waar ik mee bezig ben. Ja. We hebben het al een beetje belicht, hè, met theater en muziek. Maar want er zitten toch ook bepaalde verschillen in aanpak. Want wat zijn bijvoorbeeld nou wat is nou zo'n verschil in een aantal opzichten? Moet je dan toch een beetje de muziek dan wel weglaten als je bijvoorbeeld weer met dat onderdeel bezig bent? Nee, dat denk ik niet. Er zullen vast mensen zijn die dat vinden. Maar ik vind juist dat het een hele goede aanvulling op elkaar is. Mm. En ik denk dat op het moment dat je muziek integreert in het theater, dat het wat speelser wordt en wat toegankelijker wordt. Mm. Omdat muziek, denk ik, voor iedereen heel erg snel te begrijpen is of zo. Ja. Yeah. En andersom denk ik ook dat jij, je staat op een podium. Dus op het moment dat je met theater bezig bent, dat alleen maar kan versterken op het moment dat je met je eigen band speelt. Dat je gewoon op een andere manier op een podium kan staan. Ja, ja. Dus ik denk dat het elkaar alleen maar heel erg kan versterken. Hoe ben jij als persoon als je met een theaterstuk bezig bent? Ja, dan ben je natuurlijk niet. Sta je niet als jezelf. Nee. Op het toneel. Dus dat is wel een groot verschil. Dat je op het moment dat wij met de band spelen, dan sta ik daar gewoon als Hélène en als mezelf. En dan zijn de liedjes over het algemeen heel persoonlijk. Mm. En op het moment dat ik met een voorstelling op het podium sta, ja, dan ben ik vaak niet Hélène, maar dan speel ik iemand. Ja. Dus dat is natuurlijk een groot verschil. Ja, wat vind je dan leuk aan het theatergedeelte? Misschien juist. Soms ook wel op zoek gaan naar in een ander personage, waar zit de gelijkenis, of juist helemaal niet de gelijkenis met mij persoonlijk. Ja. Maar ik vind het heel tof dat je met het theater nog meer, nog grotere dingen soms kan laten zien en nog breder kan gaan en nog meer grenzen kan opzoeken. Mm-hmm. Omdat je een soort wereld creëert die niet echt is. En die kan illusies. Ja, en die kan spiegelen aan de realiteit of zo. En aan wat wij wel in deze wereld meemaken. En met muziek heb ik het gevoel dat het vaak toch iets realistischer blijft. Ja. En iets persoonlijker. En in theater heb ik het gevoel dat je groter mag gaan om wel te spiegelen aan wat er in de wereld gebeurt. Ja. Ja, dat vind ik heel tof aan. Ja, want bijvoorbeeld het laatste nummer wat je hebt gespeeld, dat duinenverhaal. Dat is eigenlijk metaforisch. Ja, ook al is ook wel echt de duinen een plek voor mij. Ja. Waar ik echt zo mijn hoofd leeg kan maken. Toch wel? Ja, zeker. Ja. Dus je voelt je hier wel redelijk oké? Okay, ik voel me hier heel oké. Okay. Ja, want je woont in Amsterdam? Ik woon over 2 weken weer in Amsterdam. Ja, ja, je bent nu even gewoon een soort nomade die wel een beetje aan het door. Ja, dat was de afgelopen maanden wel een beetje zo. Ja. Maar over 2 weken of over 3 weken dan woon ik weer helemaal lekker in Amsterdam. Ja, dan kan je dus weer gewoon deze kant op komen. Precies. De eerder genoemde Max Polman, die komt dan wel eens met de motor deze kant. Ah. Die woont ook in Amsterdam. En ik heb geen motor, maar wie weet. Die zegt, dan ga ik gewoon lekker naar het strand. Ja. Dus wat dat er gaat. Hoe zit het met jou? Met ontspanning en dat soort dingen. Waar vind jij dat? Ik vind het heel leuk om te koken. Ah, dus dat is dan weer heel iets anders eigenlijk. Ja. En als ik geen inspiratie meer heb voor de muziek of zo, of een beetje druk daarvan wordt, dan vind ik het leuk om gewoon even te koken. Ja. En dan, ja, maar liefst wel met mensen of zo. Ja, dat je iets kan laten proeven wat jij gemaakt hebt, zoiets. Ja. Ja, dat is wel een hele andere kant dan waar je dan eigenlijk mee bezig bent. Ja, maar ja, ik dacht ook dat de vraag was eigenlijk. Ja, nou, ja, dat maakt ook niet uit. Maar ik bedoel, maar het gaat erom van waar haal jij dan buiten de muziek dan energie uit? Dat daaruit. Is dus dat. Ja. Ja. Je hebt ze al gezegd. Hè, bij Hunk kunnen we jou straks gaan bewonderen op maandag 29 mei. Ja, klopt. Dus vind je dat ook leuk? Dat het steeds in wisselende bands is en het een anders is dan het ander?
Ja, dat vind ik superleuk, ja. Maar ik probeer wel dan overal een beetje mijn eigen stempel op te drukken of zo. Dus ik verander niet helemaal van muzikant of zo. Nee, maar... ik vind het, variatie vind ik heel leuk, ja. Houd je dat ook... vind je het dan ook fijn om het wat langer vol te kunnen houden? Omdat het dan niet... De ene band is weer totaal anders dan de andere band in dat opzicht. Dat je dus verschillende stijlen moet spelen. Ja, dat vind ik zeker leuk. Ja. Al denk ik soms van, je moet het ook niet te breed maken allemaal of zo. Maar daar ben ik wel goed in, om het een beetje te veel allemaal te maken. Maar ik vind het heel leuk, ja, variatie. Oké. Zeker. Dank jullie wel voor de komst. En graag tot een andere keer. Ja, zeker. Oké. Dat waren ze.